paard wat een heel goede indruk achterliet. Ja, ja, klopt. Met heel veel gemak rondsprong. En echt een paard waar ja, de potentie wel vanaf droop. En wat dat betreft ook in kundige handen. Ja. Fokker-eigenaar Yves Tonnet, die dit paard samen heeft met een van zijn compagnons, Michel Eneman. Een goed ontwikkeld paard. Maar wel een paard met in de moederlijn dat bloed en de reflexen van die bekende Gantia. Ja, hij doet heel veel treffelijk nu. Ja, Gantia komt in het eerste gedeelte van de proef sterk voor de dag. Met Yves Tonnet. Mooie oren naar voren. Heel attent. Ja. Het ziet er plezierig uit. Yves Tonnet, ook hij een echte jonge paardenspecialist. Hop. Ook meer jouw dan mijn streek. Ja, de regio Tiene, Vissenaken. Maar Yves heeft met deze Gantia toch een heel goed paard ter beschikking. Ja, waar hij ook met volle teugen van geniet. Gantia die in trek is bij de Fokkers. En Gantia die een echte toekomstbelofte is in de stallen van Yves Tonnet. Die ongetwijfeld zijn plan gaat trekken met dit talentvolle springpaard. Krijgt de finish in zicht. Het is een dubbele nulrit. De kop is eraf in de hengstencompetitie voor Yves Tonnet bij de zesjarige springpaarden. En hij doet dat met een dubbel nulrondje. En Gantia die oogt fris, die oogt speels en hij oogt scherp. Zo bij de aanvang van de hengstencompetitie. Volgende ruiter is Peter Scholaert. Iemand die ik zelf er heel goed ken.